En je sponsort ook nog voor het goede doel? Was ik niet van plan. Breda Nu. Je weet het meteen. Nou, we zijn hier bij de speeltuin. En ik zie hier toevallig op een adviesje staan. Vanuit Think Twice, die presenteren in Café de Speeltuin. Ja, onwijs goede bands hier zo. En het mooie is, voor het Ronald McDonald's kinderhuis. Hey, daar gaan we even een kijkje nemen. Kom. Wat voor evenement is er nu in de speeltuin? Het heet Think Twice. Het is een soort benefietconcert, zeg maar. Het is met goed doel voor Ronald McDonald. En we zijn eigenlijk gevraagd, dankzij Davy, zeg maar, die het eigenlijk een beetje georganiseerd heeft. Van jongens, willen jullie lekker meedoen? Ik zei natuurlijk een goed doel. En ja, dat heeft wel iets. Dus dat is wel een mooi extraatje, zeg maar. Hey, en jij bent zanger van een band? Ja, ik ben een zanger van Terradown. We trappen ook de avond vanaf, zeg maar, vanavond. En we gaan ook gelijk knallen. Hey, en jullie ook een band, geloof ik, hè? En de band. De band. Outside Revelation. Hey, vertel er eens iets over. Eigen werkband. Rock, stevige rock, heavy blues, van alles. Kom je hier meer of kom je speciaal voor de band die vanavond spelen? Nee, ik kom niet speciaal voor de band. Ik kom gewoon eigenlijk voor het biertje en de band was een mooie toevoeging. Okay. En je sponsort ook nog voor het goede doel? Was ik niet van plan. Dat is wel eerlijk. Ja, zeker weten. Hey, jij bent speciaal naar de speeltuin gekomen voor de bands of voor het goede doel? Basically zit ik hier elke week. Het is gewoon mijn vaste kroegje. Dus zodra zo'n evenementje is helemaal vet. Live muziek is sowieso cool. Dus. Hoe zit dat nou om te doneren voor het goede doel? Eigen inzicht, eigen bijdrage. Dus gewoon wat je kunt missen, wat je het waard vindt. Doneer je en dan draai je een plaatje. Maar wel eerst doneren. Dat vind jij zo'n zanger. Zanger, je ziet het en het. Breda Nu. Je weet het meteen.